is toch wel een heel mooi beeld in uw tuin. Ja, ja, dat staat hier ook mooi, hè? Ja. Ja, daar ben ik blij mee. En dit is ook het beeld wat bij de Universiteit... Ja, hetzelfde, ja. Dit is een kopie. Hè. Het is dan in brons gegoten. Er kan nog een kopie gemaakt worden als iemand dat wil. Wat is heerlijk hier in die tuin wandelen te zijn. Heel inspirerend. Ja, dat is natuurlijk de eenvoudigste en meest voor de hand liggende vraag. En toch is die moeilijk te beantwoorden. Want het soefisme heeft veel aspecten en het omvat heel veel. Maar als ik heel kort moet antwoorden, dan kan ik zeggen dat het is aan de ene kant wijsheid, van het Griekse woord sophos. Aan de andere kant zuiverheid, van het Arabische woord saf. Dat zit er allebei in, dus je kan zeggen het is zuivere wijsheid, de wijsheid van ons diepste wezen, de wijsheid van ons hart. En een wijsheid die beleefd wordt. U bent eigenlijk van kinds af aan, van jongs af aan, bent u met deze leer, met deze beweging opgegroeid. Ja, dat is eigenlijk het grote voorrecht dat ik heb gekregen. Dat mijn ouders al aangesloten waren bij de Soefi-beweging. Mijn moeder was daar een heel toegewijde volgeling van, mijn vader ook, maar die had het heel druk met zijn werk. Wij hadden dus heel veel Soefi-vrienden die bij ons op bezoek kwamen. En daar werd heel veel dus over het soefisme gesproken. Dus ik hoorde dat als jongen vanzelf allemaal aan. En ik moet zeggen dat het mij van het begin af aan altijd trof als volkomen helder en waar. Mijn moeder die las ook voor ons uit de boeken van Nina het Gaan. Die heeft ook zich de moeite gegeven om ons dat duidelijk te maken. En we hebben ook bijeenkomsten kunnen bijwonen in onze jeugd van de Soefi-beweging, universele erediensten. Concerten van de broers van Nina het Gaan, die grote Indiase muzici waren. Bepaalde lezingen. Dus we zijn daar inderdaad mee opgegroeid. Ladies and gentlemen, this gives me a great pleasure to meet Dutch public through the medium of the Sufi movement, and I hope this oriental music will appeal to your heart. Mutrab khosh nawab do taz batai zanao banao ahe taz batai zanao banao Basan me chulo bate, khushbanashi bakhil vate, aye khushbanashi bakhil vate, bosa satao baka bajo, tazo batai zanao banao, ke tazo batai zanao banao, mutraba khosh nawa bago, tazo batai zanao banao, ahe tazo batai zanao banao, basan me chulo bate, khushbanashi bakhil vate, aye khushbanashi bakhil vate, bosa satao baka bajo, tazo batai zanao banao, ahe tazo batai zanao banao. En dat is een grote rijkdom. Ik ben dus ook al op mijn 18e jaar in de innerlijke school van de Soefi-beweging ingewijd. Kunt u daar iets over zeggen hoe dat uw
eigen leven verrijkt heeft. Ja, dat is een ongelofelijke verrijkdom van mijn leven geweest. Want de bedoeling van die innerlijke school is om meer bewust te worden van je ware zelf. Wat is je ware zelf? Dat is niet je lichamelijke wezen, want dat is een instrument waar je mee werkt. Het is ook niet je denkvermogen, dat zijn alleen je gedachten, die heb je, die gaan voorbij. Het is ook nog niet je hart, dat koestert je gevoelens en die gaan ook voorbij. Wij zien dus in ons bewustzijn al die gedachten en gevoelens steeds voorbij gaan. En als je vraagt, wat ben ik nou zelf? Wat ben ik eigenlijk? Wat is mijn ware wezen? Dat blijft over dat bewustzijn. En in het soefisme, in daaruit gaan, legt prachtig uit dat dat bewustzijn, dat is eigenlijk wat in religies altijd de ziel is genoemd. De essentie van je leven, waar je het leven waarneemt en waar je ook, van waar ook je straling en activiteit in het leven vandaan komt. En daar wordt dan vaak het beeld gebruikt dat de ziel is in verhouding tot het ene goddelijke wezen als een straal van de zon. De zon stuurt stralen naar alle richtingen uit. Dat is iets van het wezen van die zon dat overal leven geeft. En zo is onze ziel te zien als een uitstraling van dat ene goddelijke wezen. En nou is de opgave in ons leven om daar bewust van te worden. En in de innerlijke school van de Zoe-beweging, zoals in alle mystiek, gaat het erom dat te ontdekken, daar contact mee te krijgen, daar bewust van te worden. En hoe meer je dat gelukt, hoe meer je de bron vindt voor wat werkelijk gelukkig maakt. En wat zin aan je leven geeft. Dat is eigenlijk een zoektocht. Ja. Waar je als het ware je hele leven mee bezig bent. Precies. Precies, ja. En daarom is het zo'n zegen als je daar vroeg mee kunt beginnen. Want er is een hele weg te gaan. Ja. We spreken over een innerlijke reis. Je gaat dan in dat gebied van zoeken naar die diepere waarheid die je eigen wezen is. Daar ga je ook door allerlei belevingen en indrukken heen. En dan kan dat innerlijke licht steeds helderder worden. En steeds meer ook in je uiterlijk leven gaan spelen. En je daar natuurlijk een geweldige hulp en kracht in geven. Want dat is een heel belangrijke lijn in het soefisme. Dat wij streven er niet naar om ons uit het uiterlijk leven terug te trekken. Om ons helemaal alleen op dat innerlijk leven, een leven van meditatie te concentreren. Wat natuurlijk in de kloosters gebeurt en wat in de Oosterse ashram gebeurt enzovoort. Op zichzelf heel mooi. Maar daar streven wij niet naar. Want wij zijn hier gekomen om dit leven te ervaren. Hier in deze aardse sfeer. Daar iets te doen. Daar iets te scheppen en daardoorheen ook tot het bewustzijn van die ene goddelijke geest te komen. Dus het gaat erom juist om dat innerlijk en dat uiterlijk leven allebei te ontwikkelen, te beleven en dan te zien dat door wat je in dat innerlijk leven aanraakt, je uiterlijk leven wordt verrijkt. Omdat daar licht gaat schijnen, wat alle raadsels van het leven helpt op te lossen, waardoor je de essentie van dingen ziet, waardoor je gaat zien wat op een gegeven moment van jou in het leven wordt gevraagd, want het leven vraagt, en ieder mens iets geeft mogelijkheden om iets te verwezenlijken, iets te scheppen, iets te doen. Dat moet je helder zien en dan heb je een doel voor ogen wat het leven
zin geeft. En dan komt ook uit dat innerlijk de kracht om dat te bereiken. En dan kun je zo van het een tot het ander komen. Want het geheim is dan ook weer dat als je iets in dat uiterlijk leven hebt bereikt, dat je er niet bij moet blijven staan. Wat natuurlijk zo vaak ziet gebeuren, dan houden mensen eraan vast, identificeren zich daarmee, denken dat dat het is. Maar dan houdt het juist het leven eigenlijk op. Dan is er geen vooruitgang meer. Dan geeft het geen bevrediging meer. Nee, je moet, als je het bereikt hebt natuurlijk, je waardeert dat, je geniet daarvan, maar je moet het weer loslaten om een hoger ideaal te vinden. Een hoger ideaal dat je weer meer toebrengt naar dat uiteindelijke doel van het innerlijk licht te leren kennen. De innerlijke liefde, want dat licht is ook liefde. Dus dat komt in het leven ook tot uitdrukking in je relatie met de medemens. In die medemens zie je datzelfde licht. En als je het niet ziet, dan probeer je het te vinden. Maar je ziet het ook niet altijd. We hebben onze verschillen. Dus dat is wel eens moeilijk. Maar je weet dat het er is. En als je zoekt, dan kun je er altijd iets van vinden. En dat bepaalt natuurlijk in heel sterke mate je relatie met je medemensen. En helpt om tot een harmonisch leven te komen. En dat is ook een belangrijk aspect in het soefisme. Het ideaal om tot harmonie te komen. En dat is zo belangrijk, omdat in harmonie die grote verscheidenheid van deze schepping, al die verschillende voorwerpen, mensen, dingen, alles gescheiden, hè, terwijl ons innerlijk wezen een wezen van eenheid is, komt uit de eenheid voort, in harmonie gaan al die verschillende elementen in een zekere, in een schoonheid samenkomen die een beeld van die eenheid geeft. Dus daarom heeft hij naar het gaan zijn Soefi-boodschap ook genoemd een boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. Daarom heeft hij naar het gaan zijn Soefi-boodschap ook genoemd een boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. En dat hoort allemaal bij elkaar. Want harmonie schept schoonheid. Schoonheid roept liefde op. En liefde stelt je weer in staat om harmonie te maken. Door de tijden heen zal de mensheid altijd gedacht hebben dat we grote behoefte hebben aan deze drie aspecten. Ja, zeker. Ja. Als we 2 decennia terugkijken, was de wereld misschien economisch verdeeld. Ja. Nu lijkt het wel alsof de wereld verdeeld is door het verschil in godsdienst, het verschil in inzicht. Ja, ja. Eigenlijk is het soefisme op dit moment heel actueel. Ja, ja, dat vind ik ook. En dat is een van de redenen waarom ik het zo buitengewoon belangrijk vind. En nu alle tijd die ik heb geef om dat, me daarin te verdiepen en dat ook uit te dragen. Je kan inderdaad zeggen, we zijn in een fase gekomen waar de mensheid technologisch en economisch tot een eenheid is gemaakt. We hangen allemaal met elkaar samen in de economie. Je weet het niet altijd, maar alles wat we gebruiken is van alle mogelijke plaatsen gekomen. Dat is een ongelooflijke verwevenheid, een grote eenheid. Maar die eenheid hebben we in ons denken en voelen niet bereikt. En dat is een groot probleem, want die techniek vraagt om eenheid. Die vraagt om samenwerking, om die techniek op de juiste manier ontwikkelen en daardoor ons leven in de juiste richting te sturen. En die verschillen, die komen omdat, juist omdat mensen onvoldoende bewust zijn van dat innerlijke licht. Dat niet hebben ontdekt, wel naar zoeken, hè, want alle religies bedoelen de mens tot God te brengen, of Allah, of hoe dat ook genoemd wordt. Ze hebben allemaal diezelfde doelstelling. Want al zijn die namen verschillend, het gaat natuurlijk om één goddelijk wezen. Maar als je niet het contact daarmee beleeft, en je zoekt het
in de vorm van de eredienst, de manier waarop dat beschreven is in geloofstellingen enzovoort, ja, daar zijn verschillen. En dan is het probleem juist dat het gaat hier om iets wat een mens, alle mensen, heilig is, want het wil tot de heelheid van het ene brengen. Maar als je dat heilige ziet in die vorm, dan kom je in grote problemen, want dan zie je andere mensen met een andere vorm. En ja, die kunnen niet allebei waar zijn. Als je dat als het ene beschouwt, ja, dan krijg je in grote moeilijkheden. Dus dan wordt een ander geloof, dat wordt als afgodendienst gezien, als ketterij. Ja. Zelfs binnen één religie komt dat dan voor, hè, zoals je in de islam de soenieten en de shiiten hebt, die elkaar vaak op een verschrikkelijke manier naar het leven staan, omdat ze verschillende ideeën hebben over wat er gebeurd is enzovoort. Allemaal aspecten van de vorm. Hè. En nu hebben we dus in deze tijd meer dan ooit nodig om die eenheid te gaan zien. En daarom is de Soefi-boodschap van inuitgaande boodschap van universeel soefisme, zoals ik het in mijn boek heb genoemd. Universeel soefisme, omdat het heel duidelijk het zoeken naar die ene in alle religies ziet. En al die religies dat ene zoekt en naar voren wil laten komen. Daarom hebben we onze universele eredienst, waar 6 grote religies een plaats in innemen. En waar dan in het ritueel het symbool speelt, dat aan 1 kaars, die het ene goddelijke licht voorstelt, al die kaarsen voor die 6 religies worden aangestoken, die symboliseren het licht van die religie. En dan wordt uit een van de heilige boeken van ieder van die religies over het onderwerp van die dienst een korte passage voorgelezen. Dan zie je zowel wat de vorm van die religie is, die zijn allemaal verschillend, verschillende manieren van zeggen en uitdrukken, maar je ziet dat het allemaal toch naar hetzelfde wijst. Dan beleef je die eenheid. En dat is een hele belangrijke ervaring. En daardoor komt dan ook die Soefi-boodschap naar voren, want in de toespraak wordt dan duidelijk gemaakt hoe dat ene onderwerp begrepen kan worden en hoe je kunt begrijpen wat die verschillende religies daarover ook gezegd hebben. Soms zeggen ze hetzelfde, soms laten ze verschillende aspecten zien, waardoor je ook niet aan de beperkte kant van dat onderwerp best vastziet, maar er werkelijk een diep en ruim inzicht in krijgt. Ik vind dat iets prachtigs en ik ben dus erg blij dat we hier die tempel hebben. En dat ik daar eens in de maand in zo'n universele eredienst kan spreken. En ik geloof ik hoop dat dat zich langzamerhand in de wereld verbreidt. Het belangrijke is natuurlijk ook dat daarom, na het gaan gezegd heeft, ik breng niet weer een nieuwe religie. Een 7e naast die 6. Dat moeten we niet hebben. We moeten hebben dat al die religies weer gaan zien wat hun eigen essentie is. En zich daar meer op gaan richten. En niet zo identificeren met de vorm. Dus mijn visie is dat op den duur de gedachten van het soefisme in protestantse kerken, in katholieke kerken, in moskeeën, in hindoe-tempels, op de een of andere manier naar voren komen. Wat je veel ziet op dit moment, in deze tijd, dat mensen niet meer naar de kerk gaan waar ze in hun jeugd nog wel naartoe gingen. Ja, zeker. Ja. En dat komt juist doordat de mensen niet meer die vorm willen. Die bepaalde geloofstellingen, die zijn verstart en dus verouderd. Die komen niet meer overeen met onze huidige, veel verder doorgedrongen wetenschappelijke inzichten. Dus voor mensen die in vrijheid denken, wordt dat heel moeilijk. En ja, dan komen ze vaak naar ons toe.
soms ook naar andere mystieke stromingen. Er is Zen vindt veel aanhang en dat is ook juist geschikt voor mensen, want daar wordt niet met een godsbeeld gewerkt, maar wel gezocht naar die meditatie, die innerlijke beleving. En in het algemeen, de mystiek van de verschillende religies, dat gaat meer aandacht trekken. En ik denk dat langzamerhand die kerken ook meer instellingen zullen moeten worden voor meditatie en voor beleving van de religie. Dat zie ik ook langzamerhand wel komen. Ik heb een heel goed contact op een gegeven moment gekregen met een protestantse dominee in Kampen opgeleid. Een alleraardigste, intelligente man. Die las mijn boek. Die was daar zo getroffen door. En die vertelde mij, nu gebruik ik veel van deze ideeën in mijn preken in de kerk. Nou, dat is een heel natuurlijke manier. Geweldig. Waarop het soefisme zich ongezien kan verspreiden. Ja. En dat geloof ik dat nu in de hele wereld gebeurt. Ongezien, want de zichtbare beweging is nog heel klein. Maar de gedachten zie je hoe langer hoe meer zich verspreiden. En hoe langer meer zie je mensen zoeken naar iets daarvan. Ze zoeken die eenheid. Dat universele spreekt aan. Ze zoeken die beleving, spiritualiteit. Daar spreken ze dan vaak over. Want dat is ja, een abstracter begrip. En dan is dat probleem van dat godsbeeld niet zo aanwezig. Die na het gaan gebruikt dat wel. Want hij ziet dat voor onze innerlijke ontwikkeling een relatie tot dat ene goddelijke belangrijk is. En we kunnen niet een relatie opbouwen, dat is althans heel moeilijk, waar we niet enige voorstelling daarvan hebben. Dus hij zegt, een godsideaal is belangrijk, maar je moet realiseren dat dat maar een middel is, dat die goddelijke werkelijkheid er ver bovenuit gaat, boven wat ons intellect kan bevatten. Maar al kan ons intellect dat niet bevatten, we kunnen het wel beleven, want we zijn onszelf een uitstraling van. Dus dat moet je zien, als je dat begrijpt, dan heb je geen probleem dat een ander mens dat goddelijk ideaal anders beschrijft. Ja. En je moet ook je eigen godsideaal niet laten verstarren. Dat moet iets levend zijn waar je voortdurend zoekt hoe je het beter kan begrijpen en beleven. Dus dat moet voortdurend evolueren, steeds een hogere vorm krijgen. Het is als het bestijgen van een trap, zegt hij, naar het gaan. Ieder geloof. Ieder godsdienst, één trede van de trap. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij zijn tijd ver vooruit was. Absoluut, absoluut. Zeker, hij heeft dat voor eeuwen gegeven. We hebben eeuwen, moeten we nu dat proberen te verwerken. Is er binnen deze beweging ook iets missionairs, wat we bij wijze van spreken bij christelijke ja. Of... Ja en nee. Ja, in de zin dat zoals ik dat nu zeg, wij dat zien als bijzonder belangrijk. Dat echt is wat de mensheid nu nodig heeft. Dat we dus willen werken om dat beschikbaar te maken. Maar niet in zoverre dat wij mensen willen gaan overhalen om soefi te worden. Dat we zien dat dat geen zin heeft. Want de mensen moeten daar uit eigen beweging, uit eigen inzicht toe komen. De Soefi-boodschap heeft naar het gaan ook genoemd een boodschap van geestelijke vrijheid. Je moet in vrijheid, zelfzoekende, moet je tot die waarheid komen. Het kan je niet worden opgelegd, dan leeft het niet. Dus wij zijn niet in die zin missionarissen. We willen niet iemand van een religie afbrengen, natuurlijk niet. De religie kan niet ook in vinden. Ja. Hoogstens willen we, als hij vragen heeft, problemen heeft, zien of we daar licht op kunnen werpen. Een beweging die uiteindelijk voor veel mensen een antwoord zal zijn. Ja, dat geloof ik, ja. Dat geloof ik. En het heeft natuurlijk al veel meer mensen getroffen. De boeken die steeds meer verspreid worden, gelezen worden. Mensen die naar onze lezing en diensten komen. Maar ja, er zijn toch altijd nog veel mensen die het niet weten. En toch vinden ze dan vaak iets. Want ergens is die idee in de collectieve bewustzijn van de mensheid aanwezig. En zo werkt het ook.
die naar het gaan, dat heeft mij getroffen, die heeft een keer aan zijn medewerker gezegd, toen ze op weg waren naar een voordracht die hij zou geven, en toen zei die medewerker, nou dan moet je wel weer een lezing geven, en ik heb al zoveel gedaan vandaag. En toen zei hij, wat ik in die uiterlijke wereld doe, is gering in vergelijking met wat ik in die innerlijke wereld doe. Het innerlijke werk, in de meditatie, die gedachten, in de collectieve denkwereld van de mensheid, leven te geven. En dat zie je, omdat er voortdurend soortgelijke vormen, ideeën naar voren komen. Zo werkt het. En vaak een aspect ervan. Terwijl de boodschap al die aspecten omvat. Dit fundament, heeft dat u vaak kracht gegeven in uw eigen leven? Maar natuurlijk, dat kon niet anders. Het heeft me heel veel kracht gegeven. In de periode dat ik grote verantwoordelijkheden had, als minister van Financiën, een hele moeilijke functie natuurlijk, want je moet iedere dag beslissingen nemen, en beslissingen nemen waar je vaak eerst met collega's overeenstemming over moet bereiken. Dus het is een hele moeilijke functie en het vraagt heel veel. En wat ik als heel belangrijk heb ervaren, is dat wanneer je dan vasthoudt aan je gewoonte om iedere dag een bepaalde tijd aan gebed en meditatie te besteden, en je dus 's avonds na zo'n drukke dag daar toch weer voor ging zitten, bepaalde oefeningen deed en zo tot rust kwam, dan was je dat weer even helemaal kwijt. Een zekere losheid van al die lastige problemen en die verantwoordelijkheid. En dat is een enorme kracht, want dan kom je bij wijze van spreken met frisse energie. De volgende dag kun je daar weer aan gaan werken. Je wordt er niet door opgeslokt. Je gaat je ook niet te veel identificeren met je positie en wat je erin bereikt en wat er problemen is. Ja, dat is er allemaal, daar moet je mee werken, moet je goed mogelijk doen. Veel, al je concentratie doen, dat kun je ook, dat je het straks weer allemaal van je af kunt laten vallen. Dat was een kracht. En de helderheid die je krijgt. Want ik heb vaak ervaren dat als er een moeilijk probleem is waar je niet direct uitkomt, dan heb je de neiging, dan blijf je daarover denken. Dan krijg je, wat iedereen wel heeft natuurlijk, dat je steeds daarover blijft denken, maar dat je er niet verder mee komt. Je draait in een kring. En dan is het zo'n grote hulp als je geleerd hebt om eens even stil te worden. Dat is meditatie. Stilte waar je die gedachte eens even helemaal laat vallen. En als je daar helemaal niet aan denkt, komt tot die stilte, dan komt dat innerlijke licht je te hulp. En dan kan je ineens de oplossing vinden. Dat is prachtig. Zoals u was, straalde dat waarschijnlijk ook op anderen uit. Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik ben altijd, moet ik zeggen, in mijn leven, hoe zal ik dat zeggen, met grote, groot respect, vriendelijkheid bejegend. Altijd goede relaties gehad met mensen ook die andere belangen voorstonden, waar ik niet direct mee eens was, zowel in het IMF, als hoogleraar natuurlijk uiteraard, maar ook in het ministerschap en in het IMF. Daar was dat juist bijzonder belangrijk, want in dat internationale monetaire fonds, dat dus zoveel landen bijeenbrengt om gezamenlijk de internationale monetaire vraagstukken beter op te lossen, daar was mijn taak als managing director om die bestuursraad voor te zitten. Waar dus alle landen vertegenwoordigd waren, meer dan 130 landen toen, in 20 directeuren.
En daar werden dan de problemen op tafel gelegd, de staf geanalyseerd. Die directeuren bespraken dat vanuit hun gezichtspunt, hun ideeën, allemaal enigszins verschillend. En dan moest er een geheel uitgemaakt worden. En was de taak van de voorzitter om die consensus te formuleren. En dat moest je dan eigenlijk ineens kunnen doen. En daar kwam ook, vind ik, dat innerlijke licht je te hulp. Dan kon je ineens zien, zo moeten we het doen. Nou, andere voorzitters zullen dat nog niet dat ook hebben gedaan. Iedereen heeft toen dat licht in zich. Maar hoe meer je het natuurlijk, hoe meer je ruimte aangeeft, hoe meer het je kan helpen. Dus daarin vond ik die taak in het IMF een hele mooie taak die erg harmonieert met mijn soefi-ideaal. De ideeën, op dat materiële, financiële vlak natuurlijk, van al die verschillende landen bij elkaar te brengen en daar dan iets nuttigs mee te kunnen doen. Want daar ging het natuurlijk om. Dat je iets kan doen waardoor die wereld een beetje beter zich ontwikkelt en minder gevaar voor recessie, voor werkloosheid, voor inflatie, al die euvelen waar zoveel mensen natuurlijk onder kunnen lijden. En dat is altijd ook mijn idee geweest in het beoefenen van de economie, om dienstbaar te zijn, om dat ingewikkelde geheel van die economie, waar allemaal van afhankelijk zijn, beter te laten lopen. Dat heb ik altijd de prachtige taak van de economie gevonden, om de juiste inzicht te scheppen voor een economische politiek die dat geheel zo heilzaam mogelijk laat ontwikkelen voor de mensen. Heel mooi. Ik wil u vragen, wij raken, als ik het zo mag omschrijven, wij komen steeds meer terecht in een geciviliseerde wereld. Dat wil zeggen, als je naar het wetboek kijkt, dan weten we daar met elkaar toch steeds beter om te gaan. We hakken geen handen af. Ik bedoel, de doodstraf is afgeschaft. Je ziet toch ook in de samenleving respect onder de mensen. Groeien wij uiteindelijk als mens naar dat volmaakte toe? Als ik dat van duizenden jaren herzie? Ik geloof zeker dat er een over de jaren heen en met natuurlijk ook een op- en neergang een positieve ontwikkeling van de mensheid is. Dat geloof ik zeker. Maar er zal altijd een ego blijven, want daar worden we mee geboren. Er zal altijd de opdracht zijn om dat ego te doorzien en te overstijgen. En dat kan makkelijker als je begrijpt wat het is. En dat ego dat is, dat we ons vereenzelvigen met ons uiterlijke wezen. Onze persoonlijkheid, ons karakter, de persoon die we zijn, onze naam, onze positie, zo zien we onszelf. En als je denkt dat je dat bent, dan zijn conflicten onvermijdelijk. En als je gaat inzien dat dat maar voorbijgaande aspecten van je leven zijn en contact gaat krijgen met dat ware wezen wat dus een goddelijke aard heeft, zo zeggen wij dan, maar ik kan ook, dat is ook maar een woord natuurlijk, dat licht dat uit die eenheid komt, dan wordt de samenleving harmonischer en beter. Dus ik denk zeker dat wij nu een periode krijgen. We zitten in een geweldige culturele overgang nu. Dat is altijd een tijd van verwarring. Want er is niet één beeld wat de mensen verenigt. Heel verschillende beelden. Maar we zijn in die overgang waar deze ideeën die die Soefi-boodschap heeft gebracht in allerlei vormen langzamerhand gemeen goed zullen worden. Zodat er weer een eenheid van cultuur komt. Waardoor de mensen weer beter de weg zullen kunnen vinden in het begrijpen en overstijgen van dat ego. En dan zal vanzelf
die hele samenleving harmonischer worden en zal dat allemaal beter kunnen lopen. En zal, denk ik, ook onze relatie met de natuur kunnen verbeteren. Want dat is natuurlijk een geweldig probleem dat zich nu ontwikkelt. Dat het zeer kunstmatige leven dat we hebben opgebouwd, in sommige opzichten ten koste van de natuur gaat. En dat kan niet ongestraft voortgaan. Daar moet een omkering komen. Dat begint nu duidelijk te worden. Maar effectieve maatregelen om die omkering waar we over praten ook te bereiken, die zijn er nog niet. Maar die moeten gaan komen. Drie boeken nu, hè? Ja, al deze talen vertaald en gepubliceerd. En in welke talen zijn ze uitgebracht? Engels, Duits, Italiaans, Pools, Tsjechisch, Russisch, Portugees en Urdu. In Pakistan. Ja. Dat is gebeurd door een Pakistaanse jongeman. Die vond dat boek in de boekhandel en die las dat en die was zo enthousiast, die beide boeken ook, Soefisme en Economie, die is ze prompt in het Urdu gaan vertalen en schreef toen een e-mail aan mij en vroeg of dat gepubliceerd mocht worden. En ik zei, nou dat vind ik prachtig natuurlijk. En dat is niet gebeurd. Want hij zei, dit is wat Pakistan nodig heeft. En dat is nu ook al in een grote discussie gekomen, want nu het gepubliceerd is, is er een grote moslimgeleerde die heeft dat verworpen. Dat is helemaal verkeerd, dat was niet helemaal volgens de islam. En dat is heel vervelend voor hem, want daardoor heeft hij een positie als hoogleraar die hij zou krijgen, heeft hij niet gekregen. Aan de andere kant krijgt hij van heel veel mensen, ook de uitgever, reacties van... Wat is dit belangrijk? Dit hebben we nodig. Dit is het antwoord op onze vragen. Dus nu is hij bezig een andere baan te krijgen. Maar hij wil daar verder aan werken. Dat vind ik zo interessant. Want daar ligt de sleutel om die twee culturen naar elkaar toe te brengen. Dus u treedt een heel klein beetje in de voetsporen van uw grote voorbeeld. Maar dan naar de andere kant. Ja, dat is het. Ja, ja. Wij brengen het nu terug naar India. Daar is hij na het gaan ook begraven. En daar heb ik het afgelopen jaar heel veel werk gedaan om dat graf tot een mooie bedevaartsoord te maken. Dat is nu een heel mooi centrum, daar kunt u het zien. Hier kom je binnen, door een poort. Dit is een benedenplaatsje, dan ga je zo de trap op. En dan kom je hier op het voorplein. En dan dit is de eigenlijke darga, het graf. Marmeren muren, met hele mooie figuren erin. En dan in het midden is dit het heiligdom, met een marmeren jalliwerk, uitgesneden marmerfiguren. En dan die gouden koepel daar. En deze prachtige boom, die groeit in dat gebouwtje van de daken door het dak heen. Dat is heel erg mooi geworden. En nu hebben we hier bovendien nog een lezingenzaal ontwikkeld. En daar is een muziekacademie, want hiernaast gaan ze een grote muzikus. En we hebben daar een retreathuis waar een aantal mensen kunnen logeren. Dus het is één geheel. En daar is een sfeer, die is zo prachtig ook. Vergelijkbaar met wat we hier hebben in de universaal. Nog iets sterker, vind ik. Dus inderdaad hebben we zo dan die boodschap weer naar India teruggebracht.